Hallo allemaal, het is vandaag 15 april en dat betekent maar één ding, namelijk de Enexis Open Dagen. Die vinden plaats in Weert, Waalwijk en Hogeveen. En hier kunnen mensen langskomen om kennis te maken met Enexis en natuurlijk de techniek die erachter schuilt. Nou Farid, er stond hier net al een heel mooi groepje naar jou aandachtig te kijken en te luisteren. Wat heb jij hier voor moois gemaakt? Ik heb een verbindingsmof gemaakt op een huisaansluitkabel. Er zat een storing op de kabel. Met het werken van een glasvezelbedrijf heeft de kabel kapot geraakt met zijn schop. En ik moet nog een keer een verbindingsmof maken op de huisaansluitkabel. Nou, we lopen hier een rondje en voordat ik het wist stond ik opeens in een nagebootste hennepcontainer. Iets waar jij ons meer over kan vertellen. Dus ik ben heel benieuwd, waarom staat het hier? Nou ja, we willen graag het hele verhaal van Enexis vertellen. En deze hennepcontainer heeft met name te maken met de onveiligheid die hennepplantages brengen in de samenleving. Nou, wat je vooral ziet is dat mensen nieuwsgierig zijn. Hè? Iedereen kent Enexis van de busjes en de huisjes op straat. En wat Enexis typeert is een soort passie voor het vak. En iedereen is super bereid om dat maar aan iedereen te vertellen die het horen wil. Zo zijn we alweer gekomen aan het einde van de Enexis Open Dag 2023. Het blijft ontzettend mooi om te zien hoe onze collega's met volle passie en trots vertellen over hun vak. Zien we jou volgend jaar weer?